gratis deelnemen aan de Stevensloop. Volgend jaar kan het. Lopers die al eens eerder hebben meegedaan, mogen een nieuwe deelnemer gratis inschrijven. De organisatie hoopt daarmee, naar eigen zeggen, meer deelnemers kennis te laten maken met het evenement. Nieuwe lopers moeten wel opschieten. Het aanbod geldt tot de limiet van 5000 lopers per afstand bereikt is. Het Natuurmuseum in Nijmegen gaat verhuizen. Zondagmiddag gingen de deuren van het pand aan de Gerard Nootstraat voor de laatste keer dicht. Wethouder Bert Veldhuis was degene die het museum mocht sluiten. Dit najaar opent aan de Waalkade het nieuwe natuur- en cultuurhistorisch centrum De Bastij. Het Natuurmuseum gaat daar onderdeel van uitmaken. Samen met onder andere Staatsbosbeheer en voormalig museum De Stratenmakerstoren. De najaarskermis is neergestreken in Nijmegen. De skyline van de stad is verrijkt met grote attracties zoals de Booster. En in het centrum zijn tientallen kraampjes en attracties te vinden. Door het druilige weer was de start afgelopen zaterdagmiddag moeizaam. Maar later op de avond werd het toch nog gezellig druk. Ook zondag kwamen vanwege het goede weer veel mensen naar de stad. Donderdag zijn er vanwege de lerarenstakingen in het basisonderwijs extra activiteiten gepland rondom de kermis om de kinderen te vermaken die niet naar school kunnen. Nieuw bij de kermis dit jaar is Nimmerland, een festival en een pretpark in één. Het feest in de binnenstad duurt nog tot en met zondagavond.